Breda Nu. Je weet het meteen. De Landmachtdagen van 2018 zijn van 22 tot en met 26 mei. Tijdens deze dagen kan heel Nederland kennis maken met de landmacht, maar de focus ligt voornamelijk op het onderwijs. Wij gingen naar het Kasteelplein en het Valkenbergpark om een kijkje te nemen. Ja, uiteindelijk hebben we meerdere dagen, Landmachtdagen. Gisteren stonden we in Tilburg, morgen staan we in Dordrecht, vandaag staan we in Breda. En waarom we hier zijn is eigenlijk laten zien wie we zijn, wat we doen, waarom we dingen doen en ook kijken wat we hebben. En een bepaalde ook trots uitstralen, maar we zijn trots op wat we doen. En uiteindelijk stiekem ook, en daarom staan we hier uiteindelijk op dit plaatje om mensen te werven. Want we komen gewoon mensen tekort en die hebben we er graag bij. Wat is er nou anders met deze Landmachtdag dan de vorige afgaande jaren bijvoorbeeld? Het verschil wat we nu hebben met de Landmachtdag is eigenlijk de doelgroep. Waar we voorheen echt zeiden van wie zijn we, wat doen we. En als doelgroep vooral lagere scholen hadden, pakken we nu de jeugd van de middelbare scholen als doelgroep. Ja, met als reden die werving. Wat zijn nou echt de hoogtepunten vandaag? Als mensen langskomen, waar moeten ze nou echt even een kijkje gaan nemen? Nou goed, deze dag is één groot hoogtepunt. Maar de tokkel, dan moet je straks maar filmen. We hebben hier aan het andere eind van het Valkenburg kunnen mensen meevaren met onze aanvalsboten. We hebben hier een interactieve demo. En uiteindelijk het hoogtepunt is als mensen een interesse hebben in een baan, ga naar de wervingstent. Ja, we zijn hier bij aanvalsboten. Nou, die aanvalsboten gebruiken wij normaal om te verkennen van bruggen of misschien infanteriegroepen te snel te verplaatsen tijdens een actie, terwijl het water een belemmering is. Dus dat is wat we hier nu staan. We staan hier bij de stand van de 414 CBRN Verdedigingscompagnie. Het is een hele mond vol. Want wat wij eigenlijk doen, wij reageren op dreigingen van chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreiging. Daar reageren we op. Dus de aanval in Syrië. Daar hebben wij materiaal voor om daar te helpen ontsmetten. Dat is een van onze taken. Wij doen voornamelijk ontsmetten. En een ander peloton staat aan die kant. Die doen het detecteren van chemische materialen. Vanaast de landmacht centraal natuurlijk. Wat betekent de landmacht nou eigenlijk voor jou? Ja, ik stel zelf voor het beschermen van mijn land. Opkomen voor het belangen van mijn land. En ik wil eigenlijk heel graag mijn land dienen. En daarom ben ik ooit zelf bij de landmacht begonnen. En wat ik echt aanspreek, en dat zie je ook, het samen doen met de mannen, dat vind ik echt geweldig. Ja. Landmacht heeft mij heel veel veranderd. Het maakt je een stuk volwassener. Je bent heel sportief bezig. Dat zijn eigenlijk wel dingen. Je krijgt inderdaad heel veel verantwoordelijkheid, ten eerste. En dat is wel fijn. Die wordt je gegeven. En als je er goed mee omgaat, dan wordt het gewaardeerd. En er wordt ook wel positief opgevangen. En het altijd fysiek bezig zijn is ook heel fijn. Dus je sport minimaal 5 keer per week en altijd lekker bezig zijn met de mannen. Niet het standaard 8 tot 5 werk. Dus dat heeft het voor mij opgeleverd. Breda Nu. Je weet het meteen.